Het jeukt echt als neten. Gadverdamme. Bart is onderbroek. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. Ik ga vandaag een Sinterklaas video maken. Die is online gekomen, dus ik zet hem hier even in de link. Ik heb hier iets heel erg leuks gekregen. Een Momu. Dat is heel grappig, want dat merk is dus van een vrouw die ook een babytje heeft. Die precies op dezelfde dag geboren is als Jax. Dat ding waar ik zo fan van ben. Dat hebben jullie vast wel gezien. Dit is een aankleedkussen, maar een hele speciale. Die had ik gekregen van hun op een beurs. In de goodiebag. En nu heb ik een hoes erbij gekregen. En ik ben hier heel erg blij mee. Heel erg fan van. Wil jij Jax even vasthouden? Oké, dank je. Jax heeft mega goed geslapen vandaag. Wat een schat, hè? Zo lekker. Love you more. That is all we're living for. Toppie. Toppie. Alleen niet in deze baby. Baby boss. Lijken wij op elkaar? Wat doe je toch de hele tijd met je mond? Ja, jullie lijken op elkaar. Geen twijfel over mogelijk. Broer en zus. Van vandaag is dat de tafel zo vol staat. Wat een gekke eentjes. En dat Jax lekker zijn favoriete serietje aan het kijken is. Ben je er al bijna doorheen door alle seizoenen? Hier, zag je dat? Duimpie. Ja, duimpie. Tot hoever laten jullie dit gaan per dag? Want hij vindt het wel echt mega verschrikkelijk leuk. Maar ja, ik vind langer dan een half uurtje per dag eigenlijk wel een beetje onverantwoord worden, zeg maar. Jola danst vrolijk mee. Ja, maar dat deed jij net ook. Ja, dat deed ik net ook, dat klopt. Ik ga eerst even Jax eten geven. Dat heb ik ontdooid. Dat doe ik trouwens altijd in die borstvoedingszakjes die ik nog heb. Dat is wel handig. We gaan vandaag voor spaghetti. Volkoren, dus fairly good. Ik ga proberen om zoveel te maken dat we genoeg hebben voor 2 dagen. Vaak heb ik dit idee, maar dan eet iedereen zoveel dat het uiteindelijk weer niet voor 2 dagen is. Maar ik heb nu echt een heel pak spaghetti erin gedaan. We nemen vegetarische burgers. Dan ga ik het licht weer aandoen. Woe! Ik zie nog steeds een sterretje op je hoofd. Dat was even genieten van de lichtjes. Ja! Heel mooi, hè? Oh. Ja, zijn er nog steeds, hè? Mijn gezicht jeukt als een gek. Maar voor de rest begint het echt heel erg af te nemen, de zwelling. Hallo, morgen op deze dag 4 dat ik een soort van vervellende slang aan het worden ben. Oh, mensen, dat jeukt echt als neten. En uit frustratie ben ik dus maar mijn lip weer helemaal gaan afknauwen. Geen goede zaak. Zeker niet, omdat normaal verdoezel ik dat gewoon met lipstift. Maar ja, dat heeft nu niet zoveel nut om lipstift op te gaan doen. Of om iets te gaan verdoezelen. Het begint me ook wel aardig te irriteren dat ik dus niet kan douchen. Mijn haar is echt zo vet als ik weet niet wat. Echt super ranzig. Ik heb er net wat droog shampoo ingespoten, maar dat wil niet echt werken meer. Maar goed,
hè? So be it. Dit is gewoon even de status voor nu. Het begint ook wel een beetje raar te worden dat ik dus gewoon echt heel lang de deur niet uit kan. Of nou ja, kan, wil. Deur niet uit wil. Hier begint het al een beetje los te komen. Oh man, die lip. Bij turnen. Ik weet het, het was eigenlijk de bedoeling dat ik de deur niet uit zou gaan. I know, maar heel even tot in de garage en niet verder. En de auto niet uit. Ik ga de auto niet uit. Met dit hoofd. Nee, ik wil de ouders niet zien. Gadverdamme. Weten jullie dat ik nog niet eens mijn gezicht het ergste vind? Nog niet eens dat ik een week niet buiten in de buitenlucht kan lopen het ergste vind. Maar het ergste vind ik dat ik mijn haar niet kan wassen. Het is zo ranzig. Echt zo ranzig. Het is zo vet. Hier. Zo ranzig. Ik weet dat het heel goed is voor mijn haar. Want ik was het om de dag. En dat is eigenlijk niet goed natuurlijk. Want dan blijft het snel vet worden. Dus het is echt wel even goed. Maar En ik heb dus ook al superveel droog shampoo erin gespoten. Dus nee, dat helpt niet meer. Het helpt sowieso niet echt bij mijn haar. Het is gewoon te flassig of zo. Maar goed, we komen er doorheen. Hallo, ik wil nog heel even snel een kleine update doen over mijn haar. Ik ben inmiddels aangekomen op de zondag. En dat betekent dat ik nu precies een week mijn haar niet heb gewassen. En het grappige is, eigenlijk vanaf dag 5 à 6 kwam ik er een beetje doorheen. Wat ik wel heb gedaan op dag 5 is mijn haar echt heel goed met deze shampoo ingespoten. Daarna goed uitgekamd. En daarna heb ik het niet meer omhoog gedaan zoals ik in het begin deed. Maar gewoon een beetje opgevolumd. Hoe noem je dat? En daarna gewoon een wat lager staartje of knotje gedaan. Dan zit hier een beetje wat volume. Tenminste, als je mijn soort haar hebt, dan is dat heel erg wat, zeg maar. En dan lager. En dan ja, vind ik eigenlijk dat het prima ging. Ging zo. Eigenlijk voelt het helemaal niet meer als zo'n hele vieze, ranzige, vette kop. Dus ik denk gewoon eigenlijk dat wanneer je door die eerste week heen bent, dat je er eigenlijk een beetje doorheen bent. En ik zou eigenlijk nu nog wel zo, misschien wel zelfs een week door kunnen gaan. Nou ja, gewoon zo los zou ik niet zo snel doen. Maar misschien zo'n ander staartje, dat het zo zit. En ik ga jullie zeker in de komende vlogs ook nog even laten weten of het ook nut heeft gehad qua sneller vet worden. Ben ik heel erg benieuwd naar namelijk. So I will let you know. Ik ga weer even babyhapjes maken. Alleen dit. Wat heeft hem even opgehaald? De bloem. Dit is voor kinderen die niet zoals Jax eten. En dit is voor Jax. Hebben ze dat uitgelegd hoe die werkte? Ja, een soort van. Grappig. Nou, dit is dus eigenlijk gewoon even als extra kinderstoel nu. Omdat Jax gewoon nog steeds niet echt goed kan rechtop zitten. En het is niet zo goed voor zijn ruggetje om dan in deze te zitten. Zo kan je een beetje. En ik mis dat echt, want hij zit er nu de hele tijd zo bij. Ja, zo ja. Je zit er dan bij. Ik ben er weer. Oh, gezellig hoor. Daar zit hij dan. Hops. Maar eigenlijk is het nu nog lekkerder dan gisteren, vind ik. Dit is een pretbaggie. Maar je is een vrolijk mannetje. Oké, dan moet ik echt stoppen met lachen. Hey Jax, follow up hier. Follow up hier. Kan er eentje niet tegen kietelen? Nee, dat kan ik niet tegen. Bart in zijn onderbroek. Woehoehoe. Nu heb ik meer views vandaag. Ik ga slapen. Want ik ben weer veel te lang aan het editen geweest. Maar daar was ik vandaag dus overdag niet aan toegekomen. Dus ja, dan moet het maar in de avond. En het is te leuk dit.
Een te leuke video ben ik aan het maken. Maar die komt nog online en dat zien jullie later. Wel, Tristan. Doei! Rock that joint.